zijn net wakker. Het is donderdagochtend. Nick en Lea en papa zijn zich boven aan het aankleden. En ik dek dan alvast de tafel. Drink 's ochtends een ginger shot. Ik kan het in de zwangerschap beter even niet doen. Helaas. Maar ja, daarvoor wat fruitjes, hè. Zet ik dan hier klaar en dan kunnen ze het dadelijk zelf inpakken. En hun boterham die smeer ik aan tafel. En de multivitamintjes van mama, zwangere mama en de kindjes. Werk ze! Ja, het is ook moeilijk, hè? Kijk. Yes. Ik zei net tegen Maarten, waarom heeft een huis al geen recht op een stagiair? En vooral eentje die zwanger is met nesteldrang. Ik bedoel, organiseer een kinderfeestje. Interview de kinderen en maak een gezond weekmenu wat te lusten. Maak een gezellig hoekje van dit hoekje. En al die andere 4148 dingen. Traplopen. I'm dressed. Outfit of the day. H&M. Positiekleding. Kijk, het jammer vind ik van die positiekleding. Dat die niet hier aansluit. Want dan leg je dus echt zo mega. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb gehoord. Ik had het in de kast hangen. En ik dacht, oh, ik bewaar het voor een gelegenheid. Of weet ik veel. Een of andere afspraak. Maar ja. In coronatijden heb je natuurlijk niet zo heel veel sociale afspraken. Dus ik dacht, ach ja, boeien. Ik ga hem gewoon lekker vandaag aan doen. En vandaag heb ik trouwens wel een afspraak. Ik ga na de middag met een vriendin die ook zwanger is. Waar ik dus laatst ook op die baby shower was. Gaan we naar de RD4. En ik bedoel, RD4, het is van RD4, maar een kringloopwinkel. En dan wil ik eens kijken voor... Hier in dit rekje. Ik heb overal nog vensterbanken die leeg zijn. En beneden de woonkamer is nog een beetje leeg. Op de gang hebben we nog een spiegeltje nodig. Dus hebben we allemaal van die, ja, een beetje aankleeddingen nodig. Ik wil niet alles volstouwen, daar hou ik niet van. Maar hier en daar een leuk accent vind ik wel leuk. Dus we gaan eventjes kijken daar. En wat ik ook nog wilde zeggen. Ik zo af en toe, dan krijg ik op Instagram... Een persoonlijk berichtje van kijkers die ik helemaal niet ken. Die wil dan zeggen van, ja, hoe leuk ze de vlogs vinden. En leuk dat ik zo eerlijk ben. En ook wel grappig. En weet ik veel wat. Ik wilde gewoon even zeggen dat ik dat enorm waardeer. Dat soort berichtjes. En ja, ik vind het ook leuk om te doen. Ik vind het echt leuk om te vloggen en te editen. Als het dan ook nog eens een positief effect heeft. In de zin van dat we, ja, elkaar kunnen... inspireren of op weg helpen of wat dan ook, dan ja, vind ik dat dubbel mooi. Dank jullie wel daarvoor. Trouwens, dat geldt niet alleen voor berichtjes die ik persoonlijk via Instagram krijg. Ook onder de vlogs krijg ik leuke berichtjes of op Facebook. Dus ook jullie, thanks. Hey collega, wil je wat drinken? Collega's zijn collega's. Hm?
Ik weet het eigenlijk niet. Zijn we partners? Partners in crime. Wil je wat drinken? Ik wist wel een kopje thee. Oké. Voor degene die zich misschien afvraagt wat voor editklus ik iedere keer doe. Ik heb verschillende editklussen die ik doe. Een daarvan waar ik nu aan werk is gewoon jeugdkamp. Wij organiseren samen met een team van verschillende kerken één keer in het jaar een jeugdkamp. Celebration Limburg heet dat. En dit jaar kan het niet doorgaan, maar maken we wel een Zoom meeting daarvan. En ik werk dan mee aan de teasers en het promotiemateriaal voor dat kamp. Ik kan wel een stukje laten zien van de teaser die Maarten en ik hebben opgenomen, die ik aan het editen ben. Hey guys, 10 jaar Celebration Camp. Dat moet gevierd worden. 18 juli hebben we daarom een heel speciaal Zoom event. Challenges, jongens tegen de meisjes. Er zal een powerful preek zijn en nog een stuk interactie. Het is met de vibes zoals jullie die kennen van Celebration Weekend. Hebben jullie een klein beetje een idee wat voor soort editklus ik bedoel? Oké, theetje. Ik kreeg gisteren een appje van mijn zwager. En ik durf hem niet te openen, want ik heb het idee dat dat een of andere oorworm is, want ik las iets van de kleine haai. Alsjeblieft. Thanks, mama. Kijk, schat, als dit groen is, hè? Is net deze? Groen. Is net groen. Dan trek ik hem. Je voelt hem ook meteen. Ik zag hem net groen worden, denk ik, dan trek ik hem zo even uit. Ja, je, maar ik zit zo mee. En je zit ook echt op de kast gelijk, hè? Ja, nee, meteen verantwoorden. Nee, jij bent ook heel goed om gelijk te Zaneke. Zaneke over iets. Dus we gaan samen even die app openen. Oh ja, die ken ik al. Die is echt erg. Baby hi. Baby hi. Kleine hi. Dat is wel een beetje mijn humor, ja. Oké. Het gaat dus over een haai die een meisje gaat inhalen. Dit is natuurlijk helemaal niet grappig. Maar het is wel grappig. Oké. Sorry. Editen. Yum, yum, yum. Guys, morgen heb ik de suikertest in het ziekenhuis. Omdat dus laten we daarom nu gewoon echt een dikke reep chocola vereten, M&M's en... Oh ja, eigenlijk wel, hè. Nee, sorry Ukkie. Nee, het is van mijn eigen best wel natuurlijk ook. Maar ik ben wel benieuwd. Bij Nick had ik het en bij Lea, ze had het op het randje of zo. Moest ik wel opletten wat ik had, zeg maar. Oké, we gaan het zien. Ik moet om 8 uur al in mijn schrik zijn morgenochtend. Zullen we vanavond nog even de auto halen? Of ik met de fiets? Nee, dat gaat niet. Wat is dat dan? Moet je een handje hebben? Omdat ik morgen om 7 uur in mijn schrik moet zijn. Ik heb jou een stopper in de magnetron. Ik denk dat die klaar is. Hallo, ik ben weer terug van weg geweest. Maarten is even de kinderen ophalen. Het is alweer tijd. Ik laat jullie even zien wat ik allemaal heb gekocht. Eerst bij de kringloop. Deze spiegel. Ik moet hem nog wel schoonmaken, zoals je ziet. Maar het grappige is dat hij een leren rand heeft. En ja... we hebben namelijk hier op de gang een spiegel nodig. Ik zal het jullie even laten zien. Daar hing eerst een spiegel / sleutelkastje. Hier. Ik kan het denk ik niet helemaal goed laten zien zo. Zo. Kan je niet zo zien? Hij moet dan wat hoger. Ik denk dat ik het niet helemaal goed kan laten zien. Nou. Maar goed, dit. Helemaal verstopt. Samen met dit mandje. Er zat nog een oud pepermuntje in. Die heb ik daar gelaten. Daar heb ik samen 10 euro voor betaald. En nu heb ik alweer die dat ik mijn handen moet wassen. Dat is echt zo gek. En dan ben ik nog bij de Kruidvat en bij de Action geweest. Eerst de spullen van de Kruidvat. Deze stonden op mijn lijstje. Vershoutdoosjes.
Zeker als ik dadelijk verder in de zwangerschap ben of dat ze kleiner is, is het fijn als je voor ja, 2 dagen bijvoorbeeld kookt. Of als je restjes hebt, dat je dat gewoon lekker in de diepvries of koelkast kan doen. Daar kwam ik ze tegen bij de Kruidvat. 1 euro of 99 cent voor 2 stuks. Dus ik heb verschillende maten gepakt. Deze, deze en deze. Dus alle sets waren voor 99 cent. Nick en Lea zijn een beetje uit hun ondergoed aan het groeien. Dus ik heb voor Nick een setje meegenomen van deze onderhemden. En die kosten 4,99 euro voor een set van 2. Dan heb ik deze speen gekocht. Ik ben van plan om bibspeentjes te halen. Maar ik heb ook een, ja, laat ik zeggen, gewoon speentje. Ik dacht, ja, wie weet, als Uki die niet accepteert, dan kan die deze eens checken. Nou is het bij Nick en Lea zo dat die eigenlijk allebei niet zo van de speen waren. Maar goed, ik denk, je kunt maar beter een huis hebben, hè? Want een huilend kind, dat moet je niet hebben, hè? En die was 4,50 euro. Dan Luf voor baby's. Ik heb die bij Lea heel veel gebruikt als ze verkouden was. Maar je mag het wel pas vanaf 6 maanden gebruiken. Voor Lea's leeftijd hebben ze de blauwe. Die heb ik niet gezien vandaag. Maar ja, deze specifiek dan voor de baby. Mijn borstel was kapot gegaan. Ik vond deze wel mooi en handig. Die was 3,50 euro. En deze is een rammelaartje. En die vond ik wel stoer. Die was in de aanbieding voor 2,50 euro. Dus die was voor de helft van de prijs. Die vond ik wel lief. Dan ben ik nog even bij de DA geweest. En heb ik deze gekocht. Dit is vitamine D op natuurbasis. En die kostte 7,50 euro. Wel duur, maar ja, dan weet je in ieder geval ook dat het goed spul is. Het is op natuurbasis. Waarom heb ik deze gehaald? Ik heb deze gehaald eigenlijk met name voor Nick. Ik vind dat Nick best wel bleekjes is de laatste tijd. En moe. En het is natuurlijk ook logisch. Je komt terug van Afrika waar je constant vitamine D op je huid hebt. Naar Nederland. En nu heb ik wel multivitamine pilletjes. Ik ga dadelijk even kijken hoe de dosering daarvan is. Daar zit ook vitamine D in. Maar volgens mij minder. Dus ik heb deze gekocht voor de kindjes. En eventueel ook voor mezelf. Terwijl ik denk dat ik hier genoeg van heb in mijn supplement. En daar heb je dus op oliebasis en op waterbasis. En één van beide lustte ze niet. En de ander had een beetje een lekker smaakje. En ik hoop dat ik de goede heb gepakt. En dan nog even de aankopen van de Action. Met name woensdagmiddag of in het weekend vinden we het lekker om, ook als de kids thuis zijn, een tosti te eten. Alleen ik had geen tosti-ijzer meer. Die had ik toen hier in huis laten staan toen mensen in het huis waren als zijnde Airbnb. En ja, daarna vond ik het niet heel smakelijk meer om die nog te houden. Dus die heb ik toen weggedaan en dit is een nieuwe voor 14 euro. Ook vond ik weer een hemd en een boxershort. Deze voor 3,30 euro. Voor Lea heb ik ook 2 onderhemdjes. Volgens mij zijn die wel iets aan de grote kant. Dat moeten we even uitproberen. 3,99 voor 2 onderhemdjes. Voor Nick ook nog een paar sokken. Voor 1,80 euro. Voor Uki de volgende accessoires. Nog een hoeslaak voor het matras van de Lilikant. Ik heb al een gele en een grijze volgens mij. En dit is dan nog een tweede grijze. Dit had ik nog niet, burp cloth. Dus dat zijn van die kleine monddoekjes, zeg maar, die je bij het voeden of bij het eten even bij de hand kan hebben. Die had ik nog niet en daar heb ik nog 3 van gehaald. Ook bij de Action voor 1,40 euro. En ik vond het printje wel leuk. Deze zag ik daar staan en vond ik een heel leuk design. En Emma en Oliver, ik ken het merk niet, maar het staat bij Natural Care for Your Little One. Shell douche, dus dat is baby body wash. 99,4% natural origin of total vegan with aloe vera en natural lavender oil. Suitable for newborns. Ik dacht, give it a try. Ik heb er meteen 2 van meegenomen, mocht het wat zijn. En last but not least, ja, ook zo'n nesteldrang dingetje. Handdoekjes voor op de wc. Ik heb er nu 2 die ik iedere keer afwissel. Vind ik net wat te weinig. Dus ik vind het fijn dat ze gewoon een stapeltje ligt. En dat mensen gewoon op de kraamzorg of wie dan ook het handdoekje kan verversen. Dat was hem. Nu ga ik dat een beetje wegwerken hier. En dan komen de kindjes weer thuis. Ik heb even de vitamine D vergeleken. En op dit supplement staat al van kinderen van 0 tot 4 jaar, 1 keer per dag 4 druppels, dat is 10 microgram. En als je dus al kijkt in deze, zit ook vitamine D en het gaat zich om vitamine D3. En daar zit 2,5 volgens mij in. Even kijken.
Ja, 2,5 microgram. Dus hierdoor krijgen ze inderdaad minder binnen. En hier staat kinderen vanaf 4 jaar die weinig buiten komen of een donkere huidskleur hebben. Volwassenen die weinig buiten komen, een donkere huidskleur hebben of die lichaamsbedekkende kleding dragen. Zwangere vrouwen, vrouwen met kinderwens, alle vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Dus voor die groep geldt dus 1 keer per dag 4 druppels, wat dus overeenkomt met 10 microgram. En bij ouderen 1 keer per dag 8 druppels. Ouderen vanaf 70 jaar. Ik weet nog dat ik mijn hele tijd, dus een tijdje terug na de zwangerschappen, heel moe en uitgeput voelde en me niet kon concentreren en ook een beetje prikkelbaar was. En toen lag het bij mij onder andere aan mijn vitamine D. Ook mijn B12 was niet goed, maar toen mijn B12 en vitamine D op peil waren en volgens bloedonderzoek lag het nog binnen het gemiddelde, maar wel onderaan. Maar mijn diëtiste zei toen, ga dat eens uitproberen. En het is echt zo. Ik voelde me echt een ander mens. Ik weet nog dat ik met mijn zusje toen ging shoppen. En dat ik tegen haar zei van, het is niet normaal. Ik kan gewoon een dag lang shoppen. En ik dacht dat het aan mijn schildklier lag. Maar ja, vitamine D en B12. Dus heel veel mensen die ik tegenkom die moeite hebben met concentratie of die moe zijn. Dan zeg ik altijd, check je vitamine D en je B12. In ieder geval bij mij was dat de reden dat ik echt uitgeput was. Hey. Ja, hoe weet je dat? Dat zijn onderhemdjes. Ik wil deze voorzijden. Ja? Die is van Ukkie. Wil jij hem dadelijk in zijn bedje leggen? Of in de box? Wil jij die hebben tot Ukkie komt? Ja? Moeten we eerst nog het kaartje eraf knippen? Ja, want dat doet dus pijn. Ja. Ik weet ook niet of ik hem nog moet wassen. Zullen we dat met een schaar doen, schat? Dan krijg ik... Oké. Okay. Lea sterk. Kan die in de was? Ja, die kan in de was. Dan gaan we die eerst wassen. Dit is zeep. Nick, dit is voor jou. Dit is zeep voor de baby. Klopt, heb jij heel goed gezien. Wat is dit? Lu voor de baby. Hoe klein is het? Ik ga het wel maken. Ja. Nee, maar papa, dat kan ik niet doen. Nicky. Ik kan het niet doen. Ik ga het afbreken. Ik kan ik ben het allemaal, zoals een baby. Ik ga vandaag spaghetti bolognese maken. Dit even bij de baby brengen. Smakelijk allemaal. Dankjewel. Leuk dat je kijkt naar deze vlog. Wellicht tot de volgende vlog. Doei. Bye bye.